Mensen, kinderen, welkom bij vandaag een nieuwe video. Ja! Vandaag eten wij een... Krakkeld met Nutella. Voor mensen die denken, oh, die is weer gesponsord. Dat klopt, nou helaas. Nee, het is gewoon lekker. Mensen, even voordat we gaan beginnen. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar het BPL Team of the Season is uit. Ik zou het raar vinden eigenlijk als jullie het niet gezien hebben. Maar mijn superheld, Adama Traoré. Het is ongelooflijk. Ja, welke is het nou? 72. Ah, f***. Het moet ook altijd zijn twee dezelfde namen zijn, dat je zeg maar altijd de verkeerde kiest. Nou, ik wel. 71. Oh, het is die ander. Wat ben ik aan het doen? Hij staat daarboven. 74. Ja! Hij heeft een team te zien. Die moet ik hebben. Maar hij is 400k en ik heb 160k. Dus ik moet even aan coins komen. Ik ga dan denk ik even packs openen. Hoe doe ik het ook weer? Ik wil te goed punten naar hebben. Hey, trouwens, ik heb 10 uit 4 points. Zijn er special packs? Nou, voordat we gaan beginnen, even klein packie. Oeh! 200k packs. Kom op. Laat het maar gewoon doen. Even kijken. Kom, geef me het goed. Geef me het goed. Geef me het goed. Geef me alsjeblieft het goed. Geef me alsjeblieft het goed. Geef me alsjeblieft het goed. Kom op. Oh, geen walkout. Socrates, Testos, Status. Is niet goed, hè? Is niet best, mensen. Nee, hier zijn we niet blij mee, maar we hebben er nog één. Hoeveel is de kans Team of the Season? 14%. Dat moet toch lukken? Aangezien ook, ja, natuurlijk die andere Team of the Season zit er nog in. Die slechte, die IFL gebeuren. Met Kirk. Proof Kirk. Oké, wel een walkout, maar geen Team of the Season. Wat geven we? Ah, nee. Keeper. Ah, David Silva. Ah, David Silva, die is best hoog. Die is 88. 88. Ja, gewoon saaf, hè? Die is gewoon saaf voor mensen. En langzaam komen we bij die Adama Traoré. Maar wil je nou ook packs openen? Ga, zomaar is dat duur, man. 30k. Lekker. Wil je nou ook packs openen? Dat kan. Dan moet je even je tegoedkaart kopen op ikwordgoed.nl. En hou ikwordgoed.nl ook in de gaten, want binnenkort komt er een gave actie aan. Maar dat duurt nog wel even. Nog iets minder dan een maand. Maar ik zou het zeker in de gaten hebben. Wat ik vandaag ga doen, ik kreeg veel dingen van... Koen, wie is nou draft kwam? Ik ben draft kwam. Ik heb 104 draft kwam. Nou, nu zijn dus die Premier League spelers in packs. Dus er is nu één iemand die nu de draft gaat worden. En dat ben ik. Uiteraard, hoppakee, met 4 points. 3, 4, 2, 1. Kom, geef me die linksbuitjes, die rechtsbuitjes. Dit is slecht. Laten we dan maar voor BPL gaan. Nee, mijn doel is in ieder geval 193 halen. Nou, ik wil eigenlijk beginnen met 192. Heb ik voor mij ook nog nooit gehaald. En dan langzaam aan de hand daarvan omhoog klimmen naar 194. Maar ja, als ik dit zo zie, dan is dat niet heel goed. Waarom is de achtergrond trouwens zwart van mijn draft? Waar slaat dat op? Ik hou niet van zwart. Like trouwens deze video, mensen, als je het leuk vindt. Oh, we krijgen Set Your Mind Free en we krijgen Ronaldo. Gaan we uiteraard voor Ronaldo. Maar vind je het leuk, doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Abonneer hier beneden. We gaan lekker, we gaan goed. Laten we dat vooral zo volhouden. Geef mij wat goed. 95 zon, kijk aan. Ja. Dat vinden we lekker. Geef me nog maar. Oh, kom eens, dit is heerlijk. Dit is goed, zeg. Ja, dit is ook chemistry. Dit is lekker. Dit is lekker. Oh, Van Dijk. Nee, ik ga voor Koulibaly, want ik hoop gewoon op een betere Van Dijk. Ik hoop er gewoon op. Ik moet een betere Van Dijk krijgen. Tomori, Campbell. Oké, dat is lekker. Campbell is goed. Campbell is heel goed. Nog een Team of the Season zat erbij. Die Oejaai of zo. Weet ik is leuk, man. Even kijken wat er hier. Gaan we wel voor Vertongen. Gewoon puur, want het Premier League is. Ja, de chemistry gaat echt wel goed komen. Als ik hier een BPL-keepertje krijg. De Gea, ja, daar ga ik maar even voor. En dan hoppakee, je hebt 83 chemistry, wat niet heel veel is. Maar ik heb die Salvio, die haalt helemaal niks natuurlijk. Maar voor de rest is het echt helemaal niet slecht. Even serieus, niet slecht. Kijk, of ik het ga halen, dat is een tweede. Kijk, 34 Zanetti, dat vinden we natuurlijk lekker. We zetten hem even voor hem erin. We hebben 31 rating, dit gaat goed. Dit gaat lekker, dit is niet... Oh, dit is zakken. Hij is dik, deze gast. En deze is lelijk. Oh my lord. Oh, we krijgen Pepe. Oh, we krijgen Gattuso. Dit is lekker hoor, Gattusootje. Goh, 96 chemistry. 32 rating. I like this a lot. Kom, geef hem nog even lekker een paar hoge. Nog even... Oh mijn god, 34 Rashford. Ja, die heb ik nodig. Ja, heb ik die nodig? Messi 95, daar heb ik niks aan. Messi linkt wel met... Salvio, hè? Dan heeft Salvio gewoon rustig voelke. Heeft hij nu ook al trouwens. Eigenlijk ga gewoon voor Messi. 95, hadza. Oh, zie ik hier nog een kleine Set Your Mind Free? Trouwens, voor de mensen die zeggen van, nee, hij is aan het bidden of zo. Ja, dat weet ik. Man, hoe gaat het met de Ramadan? Gaat allemaal goed? Ik heb dus laatst serieus opgezocht van wat nou eigenlijk precies allemaal wel mag en niet mag. Het is echt best wel moeilijk, zag ik. Dus voor de mensen die het doen, ja, sterkte. Maar voor mij is het een mooi iets of zo. Dus dan is het geen sterkte, maar succes is beter dan denk ik. Ik wil misschien voor een video, wil ik één dag meedoen met de Ramadan. Maar ik weet niet of dat disrespect is, omdat je dan maar één dag meedoet. Dus laat even achter in de comment als je meedoet, want ik heb daar geen idee van. Nog steeds 92 rating, dit gaat goed hoor. Ik moet even nog een bangertje. Ja, dit is absoluut geen bangertje dit. 92, oké, goed. Bam. Ik heb een goede verdediger. Ik heb die Vertongen moet eruit. Dit is echt helemaal niks. 91. Oh, ik ben genakt. Ik ben ongelooflijk genakt. Oh mijn god. 91. 100 chemistry, 191 draf. Niet verkeerd voor de eerste, moet ik zeggen. Ben ik eerlijk in. Het is niet verkeerd voor de eerste draffie. 191. Dat is een lekker begin. Op naar de 194. We gaan voor 4-3-3. Gewoon de normale 4-3-3. Weet iemand wat de beste opstelling is? Ik heb namelijk geen flauw idee. We gaan voor Hadji. Hadji, 92, niet verkeerd. Geef maar lekker spitsje. Nee, dit is toch helemaal niks. Ah, ik kies ook nog de verkeerde. Ja, de verkeerde. Ja, ik kan 76 of 77 kies, maakt ook niet zoveel uit. Oeh, 500 Garincha. Kijk, dat is weer even een andere koek. Het is een different biscuit, I have to say. Yes. Kom op, geef mij. Ik heb 2 seasons nodig. Kante. Dit
is niks. Ik heb ook geen chemistry. Tongen 88. Oh, ik heb gewoon de keeper gepakt. Hey, maar dit is niks. Dit is niks. Ik zie nu al dat dit niks wordt. Oh, Camel. Dat is wel goed trouwens. Dit is niks tot nu toe. 88 teamgeest. Nou, dat is niet eens het erge. Erg is dat ik moet huilen straks. Omdat ik helemaal geen goede spelers krijg. Oeh, wel Messi. Dit wordt niks. Is niks. Zal nooit iets worden. Nee. Oh, was. Son. Oeh, Alexander Arnold. Team of the Year. Hatsa. Ik heb nu een 192. Ik heb gewoon 192. Ik heb Gudetti in de spits. En ik heb een 192 eraf. Hoe kan dit? Met 101 en nu 192. De volgende. Mensen, zoals jullie weten, jullie volgen me waarschijnlijk allemaal op Instagram. Mijn Instagram is Koen. Maar volg je me ook al op TikTok? Mijn TikTok is Hutskoen. Ik heb echt leuke TikTok. Al zeg ik het zelf, echt leuke TikTok. Premium Royalistic Meme zit er ook in. Dat is voor mij mijn laatste of één laatste TikTok die ik nu geplaatst heb. Gewoon leuk. Is gewoon leuk. Ik zou gaan volgen. Oké, okay, let's go. Komt-ie. Volgende. Voor mij moet je zonder buitenspelers hebben. Dus ik ga voor 4-3-1-2. Ah, nice. Oké, dan ga ik nu voor Dzeko. Jezus. Rent hij op de bank. Lekker. Oké, kom maar. Geef mij even goede spelers. Misschien heb je nu wel buitenspelers. Want aanzien je vaak natuurlijk die Son krijgt, hè? Maar hier heb ik. Dit is lekker. Die prime moments. Like this. Zidane 94. Ik mag niet klagen. Laten we daarop houden. Ik mag absoluut niet klagen met dit begin. Geef mij ook een goeie op de bank nog. Nee. Onyuku. Mom, dit wordt hem. Ik heb zo'n gevoel dat dit hem wordt. Hatsa. Modric. En hier zo. Komt-ie. Ja, ja. Team of the season. Nee. Oh, kijk. Ik klik hem behoorlijk door. Maar dan hebben we wel Wan-Bissaka. Dat is lekker. 90 rated. Ja, dat kan natuurlijk beter. Je kan natuurlijk die Alexander Arnold team of the year krijgen. Maar is alsnog niet verkeerd dit. Ja, ja. Dit is ook niet echt weer. Dit begon heel erg goed. Maar ik moet zeggen dat daarna is het toch wel snel naar achter gegaan. Hier voor Pepe. Ja, die chemistry is toch niet echt lekker. Maar ja, die Robertson kan ik niet voor gaan. Ik kan niet voor Robertson gaan. Want die moet gewoon team of the season of team of the year krijgen. Oh, 93 de Bruin. Dat vind ik lekker. 91 rating. 72 chemistry. Dit wordt een hele pittige, moet ik zeggen. Ja, dit ziet er toch niet heel rooskleurig uit, moet ik zeggen. Nee, mensen. Dit was niet de draf waar we naar op zoek waren. 99. Ga voor hem. 99. Hebben we 190 eraf. Nou, 191, 192, 190. Ik, op zich prima. Nou, weet je wat? Ik ga lekker zelf kiezen. Ik ga voor de 3-4-2-1. 3-4-2-1. En we beginnen weer met absoluut zaad. Ja, je kan even voor Ronaldo gaan, wat ik ook ga doen. Maar eigenlijk wil je een hogere Ronaldo. Die Barnes heb ik al 100 keer gehad. Maar ja, hij is wel goed op zich. Ja, ja, ik kies hem wel elke keer. Garincha. Nou, dit is ongeveer dezelfde start die ik laatst had. Omdat ik een betere Ronaldo. Maar misschien betekent dit juist dat ik nu die Son hier krijg al. Bam. Nee. Dat vind ik jammer. Hudson-Odoi. Ja, kijk, sorry. Ik moet hem gewoon kiezen. Of hij nou goed is of niet. Ja, ik moet hem gewoon kiezen. Als de zilveren kaart is, dan staat ik hem ook gekozen. Messi. Ja, kijk, hebben we normale Messi. Wat wel lekker is. Dit is wel lekker. Maar niet waar ik naar op zoek ben. Even kijken wat we hier gaan krijgen. Lekker krijgen. Eriksen, dan gaan we voor hem. Dit is niks. Weer Mukelele. Koulibaly, gaan we voor hem. De chemistry, die wordt pittig. Ja, hier even een BPL'tje. Ja, Laporte, dat is wel lekker. Oké, daar heb ik wel iets aan. Een BPL-keeper. Is toch weer ongelooflijke teringzooi. Dit is toch niet normaal. Wat een ongelooflijke teringzooi. Dus 12 chemistry. Wel, 1 net reding. Dat is niet heel slecht. Maar die keeper is natuurlijk echt drama. Ik ga even naar mijn keeper kijken. Als dat niks is, kan ik hem automatisch invullen. Kijk, dat is dan toch weer een andere koek, moet ik zeggen. Oké, we hebben 32 rating, is goed. We hebben Adama Traoré. Kijk eens aan. Die wilde ik. Even kijken. Ja, die kan daar. Ja, die kan daar goed. Ja, die kan hier gewoon. Hatsa. Min 1. Hoe zit het dan weer min 1? Oké, geef mij een BPL centerback. Nee, maar wel een. Ja, ik ga gewoon voor Robertson. Ik moet hem gewoon kiezen. Dan denk je van, kom, wat doe je nou? Dan zet ik deze nu hier. Bam. Dus 4. Hartstikke dek. Ja, en dan is het gewoon kaasje, mensen. Het is gewoon kaasje. Bam. Ja, dit is Socrates. Hatsa. 91 rating. Hoppakee, dat is lekker. Gaan we gewoon lekker een ratingje naar beneden. Maar wel 100 chemistry, hè? Nou, doe dat mij maar eens na. Goh, een hoppakeetje. 99 de Bruyne. Nou, dat is wel even een lekker om mee te nemen, moet ik zeggen. Hotsa, 192. Prima, oké. Okay. Joh, echt, ik zie die 103. Hij zit er gewoon in. Hij zit erin. Ik voel het. Okay, let's do this. Dit is hem. Dit is het. This is it. 4-3 aanval. Jawel, daar is hij. Van de opstelling die we nodig hebben, denk ik. Misschien ook niet. Weet ik veel. Ja, dit is toch dramatisch? Dit is toch absoluut om te janken gewoon. En we gaan voor Witsel. 3-9 Neymar. Prima. Die hebben een goede link met de Mbappe. Mbappe. Kom op, geef me even een goede. Nee, dit is weer echt zo ongelooflijk slecht. Waarom geven ze me niks goed? Waar slaat dit op? Dit is toch niet leuk? Ik vind het bizar. Ik vind dit dus echt bizar, hè? Hey, yes! Hoppa! Hoppakeetje, Sissoko. Lekker zeg. Nou ja, nu ga ik hem zeker halen. Als ik hem niet haal, ja, maakt me niet uit. Ik heb Sissoko gekregen. Ben ik blij genoeg mee. Sissokootje, wat een baas. Michael Owen. Oké. Okay. Hier daarnaast. Oh, I like this. Oeh. Ja, kijk, deze zorgt echt voor goede chemistry overal. Maar op zich is dat niet nodig. Nee, niet hele goede chemistry trouwens. Want Neymar had het niet meer vol. Nee, ik ga voor Arnold. Maar ik vind het wel leuk om die Richarlison te krijgen. Dat mag gezegd worden, vind ik. Oh mijn god, ik heb nu ineens weer goede spelers. Ja, dit staat nog helemaal nergens op. Fernandino. Hoppakee, 100 chemistry. Oké. Okay. De chemistry is binnen. Dat is lekker. Nou, nu moet ik nog even zorgen dat ik. Zeg maar, spelers krijgt die heel goed zijn. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Gewoon hele goede spelers heb ik nodig. Ja, nou, helpt dit niet mee. Dit helpt dan niet mee. Dit ook niet. Wat een poepdraft. 186, wat slecht. Nou, weg ermee. Helemaal weg. Oké, kom on. Let's do another one. Dit wordt hem, ik voel het. Oké, kom op. 4-3 aanval. Nee, 4-3-2-1. Ja. Hier had ik vroeger altijd mijn goede draft mee. 4-16.
Dit is niks. Ga ik toch voor Barnes? Oké, even kijken. We hebben hier Modric. Niet heel goed, maar wel prima. Oh, Gerrard, dat is lekker. Ja, 3-9 Gerrard, die hebben we nodig. Dat zijn spelers die we nodig hebben. Rakitic. De cam tot nu toe is perfect. Want ja, iedereen had vol cam, maar ja, ik heb totaal niet de spelers die ik wil natuurlijk. Gavero is ook wel goed. Hebben we hier... Ramos. Koulibaly. Die Robertson kan ik niet voor gaan, zoals jullie weten. Dat doe ik niet. Gaan we voor Tongen op linksback. En dan even kijken of we nog een lekker keepertje krijgen. Gaat toch wel voor Oblak. Oké, we hebben nu 1 in het ring. Dat is wel goed. Maar ik heb even nog een paar, eigenlijk heel veel goede spelers nodig. Daar komt het eigenlijk op neer. Dit is goed, Jori. Die kan ik straks erin zetten als ik 2 BPL centerbacks heb. Als ik dat ooit krijg. Dit is heel slecht. Rapinha. Boom. 2 Hazard is oké. Nee, als ik dit zo zie. Nee, het is niks. Mensen, het is niks. Het is niks geworden. Het spijt me. Het is me weer niet gelukt. Zie je, de volgende keer gaat het me lukken. Ik weet het zeker. Het moet me lukken de volgende keer. Lukt het de volgende keer niet? Dan zwaait er wat voor mij. In ieder geval hoop ik dat deze video leuk vond. Vond je het leuk? Vergeet hem zeker te liken. Abonneer op mijn Kaolo kanaal. En dan zeg ik tot de volgende keer. Aju. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt... De mop van vandaag is een leuke. Wat zegt een blinde man als hij langs de viskraan loopt? Goedemorgen, dames. Als je eens niet stapt, ben je zeker jonger dan 12. Doei.